In deze moeilijke periode is online zichtbaarheid heel belangrijk en heel veel ondernemers weten niet hoe ze online zichtbaar moeten worden en hoe ze door middel van video's, maar in combinatie ook met Facebook advertenties, nieuwe klanten kunnen aantrekken. Nou, in deze video ga ik laten zien hoe je met de Builder All Video Wrapper een hele mooie video maakt die echt opvalt tussen al die andere advertenties en hoe je een Facebook advertentie maakt. Voor mijn video advertenties maak ik gebruik van de zogenaamde video wrapper. Waarom? Omdat deze echt opvalt tussen al die andere advertenties en mijn potentiële klant eerder stopt om te kijken waar de video over gaat. Omdat ook in de header en de footer exact staat waar de advertentie over gaat. Je ziet hier een voorbeeld van een video advertentie die ik een aantal weken geleden heb geplaatst. En je ziet hier download de ultieme toolkit voor online ondernemers als header. Dus als dit passeert op je tijdlijn, weet je precies waar het over gaat. Deze pijl, deze gif, die wijst naar de button waar mensen op kunnen klikken en als ze daar klikken gaan ze naar de landerspagina waar ze de toolkit kunnen downloaden. En je ziet hier, het is ook nog voorzien van, ook van subtitles, zodat de mensen als ze het geluid uit hebben ook kunnen lezen waar het over gaat. Dus als mensen in de trein zitten of ze zijn op visite of iets dergelijks op het werk, ze hebben het geluid niet aan, kunnen ze exact ook zien waar het over gaat. Nou, wij gaan zo'n video wrapper gaan we maken in Builder All. Builder All heeft de Video Wrapper Tool geïntegreerd in zijn dashboard waar ik dit soort video's mee maak. En met die video gaan we ook een Facebook advertentie opzetten. Zijn we nu ingelogd in het Builder All dashboard en als je naar je Video Wrapper Tool scrolt, klik je op Enter. En dan word je doorgeleid naar de Video Wrapper Editor. En als je nieuw bent en je hebt totaal geen video wraps gemaakt, dan zie je natuurlijk helemaal leeg uit. Het enige wat je hoeft te doen is klik op Add Project. En dan geef de naam, Builder All Promo bijvoorbeeld. Klik op Add. En dan wordt die toegevoegd aan jouw editor. Nu kunnen we hier op het perceeltje klikken. Edit Project. En dan komen we dus in de video editor terecht van je video wrapper. En het mooie is dat, het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Je ziet hier de options. Je kan de hoogte en de breedte van je video kun jij ook instellen. Nou, hij staat standaard op 1000 keer 1000. Maar je kan hem door de pijltjes hier kan je hem groter of kleiner maken. Voor Facebook advertenties laat hem op 1000 keer 1000 staan. Dat is het ideale formaat. Wil je een Instagram advertentie maken, kijk dan voor de afmetingen voor je Instagram advertentie. Waaraan de video moet voldoen. Je kan de achtergrond kun je wijzigen. Dus je kan de kleuren kun je wijzigen. En je kan elke kleur kiezen die je wil. Maar voor deze video wrapper houden wij wit als achtergrond. Helemaal even naar rechts. Zo, dit is wit. En ja, je kan hier dus je video toevoegen. Dus als je hier op klikt kun je een video uploaden van je harde schijf. Objecten, je kan hier foto's toevoegen of eventueel een tekst. En hier kun je subtitles toevoegen of ondertiteling. Nou, dit slaan we over omdat we een video hebben gemaakt met een header en footer met foto's. En het eerste wat we doen is, nou, we hebben een achtergrond, hebben wij al wit gemaakt. En nu ga ik de video uploaden. Bestand kiezen. Ga ik naar mijn harde schijf. Builder All Promo, openen. En dat duurt het even voordat die is geüpload, afhankelijk van de grootte van je bestand. Oké, dus de video is nu geüpload en hij staat hier klaar. En wat we nu gaan doen is het verder opmaken met de header en de footer. Maar je ziet, het is nu heel moeilijk te zien omdat ik de witte achtergrond heb. Wat je eerst kan doen is de achtergrond even wijzigen naar een andere kleur, bijvoorbeeld zwart. En dan weet je precies het veld waarin je moet werken als je dus voor een witte achtergrond kiest. Nou, je kan op die rode vlakjes gaan staan en dan kun je de video kun je op maat maken voor deze video wrapper. Een beetje in het midden zetten, zo. Nou, wat je nu kan doen is dus objecten toevoegen, foto. En als je klikt op Add Image en je hebt al eerder foto's geüpload. Nou, standaard staat er een appeltje en een citroen in. Maar als jij eerder foto's hebt geüpload in je video wrapper, dan staan ze hier allemaal voor je klaar. Maar dit is een vers account waar ik deze video op schiet. Dus wat ik doe is, ik upload hem, boom, van mijn harde schijf. En wat ik ga doen, ik ga je eerst laten zien trouwens wat ik heb gemaakt. Wat je kan doen is losse foto's toevoegen en die hier plaatsen. Of zoals ik doe op Canva.com. Canva.com is een gratis foto-editor waar je hele mooie mock-ups kan maken, zoals ze het noemen. Voor bijvoorbeeld YouTube banners, voor je Facebook advertenties, Instagram advertenties, LinkedIn.
Er zijn heel veel dingen mogelijk. Bijvoorbeeld als jij hier klikt op Create Design, dan kun jij kiezen, nou, wat wil je maken? E-mail header, Facebook ad, Facebook cover, YouTube channel. Nou, als je dat nog niet hebt, ga maar eens kijken. Canva.com is gratis. En voor de video wrapper kies ik altijd e-mail header, omdat het een mooi formaat is om te gebruiken om daar opmaak voor te maken. En de opmaak heb ik hier klaarstaan. Nou, ik heb deze gemaakt en ik heb deze gemaakt. Dit is de header, dit is de footer en het ziet er zo uit. Dus ik kan gewoon foto's uploaden vanaf mijn harde schijf. Als ik hierop klik, kan ik foto's op mijn harde schijf en hierin plaatsen. En ik kan ze ook groter of kleiner maken. En dit kan ik ook gewoon toevoegen in het rijtje links als ik hierop klik. Op de tekst, dan zie je hier dat de tekst zich opent en dan kan ik teksten toevoegen. En ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Nou, dit is een GIF die ik heb gedownload en hij zal waarschijnlijk niet als GIF zichtbaar zijn in de videowrapper. Dat maakt niet uit, maar het is een mooie afbeelding. En die kun je dan bij elementen, als je naar elementen klikt, kun je hier elementen vinden die jij dus gratis kunt downloaden. Dit is ook een pro-account van Canva, dat kost 10 euro per maand en dan kun je meerdere foto's uploaden. Dan worden er meerdere foto's voor je vrijgegeven, anders moet je $1 betalen voor een foto die jij dan op dat moment wil gebruiken en die niet voor de gratis account is bedoeld. Nou, ik heb een pro-account, ik vind het heel makkelijk, voor $10 per maand kan ik alles pakken wat ik wil. Maar hier zie je een aantal voorbeelden die ik ook heb gebruikt. En nou, dit is heel erg interessant om te gebruiken, want als je dit doet in Canva is het heel gemakkelijk om jouw videowrapper te maken. En wat ik altijd zie, add image en ik upload hem van mijn computer. En dan ga ik naar mijn header, dat is deze, boom. En daar komt hij en dan staat hij hier, dat is mijn header, cool. Oké. En dan iets lager, zo. En dan ga ik naar mijn footer, die ik in Canva heb gemaakt. Boom. Dus de footer, open. En daar staat hij, even pakken, zo, hoppakee. En ik ga ook even de achtergrond even wit maken, zodat ik precies zie waar ik moet zijn. Even kijken, zo. Options, maak hem weer wit. Zo, dat is beter. En deze maak ik ook even de volle breedte van de videowrapper. Naar beneden, dit is het einde, zo. En nu zie je dus hoe mooi dat is, want ik had deze even iets naar boven. Je hebt dus in Canva, heb je die headers en die footers gemaakt. En het enige wat je hoeft te doen is erin plakken. En eventjes ook een opmerking, als jij bijvoorbeeld die banner hebt gemaakt en je wil hem downloaden, dan kun je kiezen dus voor PNG. PNG is vaak transparant. En klik hier transparent, even background, dan maak je dus de achtergrond ook transparant, zodat jij deze effect krijgt dat de header en de footer overlapt over de video, zodat je echt een mooie integratie krijgt op je video bijvoorbeeld. Nou, ik heb het een beetje uitgelijnd nu, dus het ziet er best wel mooi uit. En deze misschien iets hoger. Zo. Dus probeer een beetje een modus te vinden dat alles er perfect uitziet. Zo. Deze nog iets omhoog. Maar je ziet hier, het sluit precies mooi aan. Dus het is belangrijk dat het wel leesbaar is. En dan zijn we in principe klaar. Nou, we hebben nu een videowrapper gemaakt. De video en header en een footer. En wat we nu gaan doen is opslaan. We willen natuurlijk niet dat we dit kwijt zijn. Oké. En het enige wat we hoeven te doen is encode video. Wil jij dit gebruiken, de subtitles, ondertiteling, dat doe je dus in YouTube. En dat ga ik nu niet laten zien, maar dat doe ik in mijn volgende video. Laat je zien hoe je in YouTube ondertiteling maakt, wat je kunt uploaden in je videowrapper. Dus als je bijvoorbeeld deze footer niet gebruikt, dan kun jij de subtitles hier plaatsen. En de mensen kunnen dan, als ze eventueel het geluid uit hebben, kunnen ze precies zien waar het over gaat door de ondertiteling te lezen. Oké, nu gaan we dus de video encoderen. Klikken we op deze. En dan kan het wel eens 5 tot 10 minuten duren, afhankelijk van de grootte van je bestand. De video is nu geëncodeerd. En als je dan teruggaat naar je dashboard, dan zie je hem hier staan, Beeld All Promo. Als je hierop klikt,
dan kun je de video downloaden. Dit is de geëncodeerde video die dus in de VideoWrapper is gemaakt. Kun je downloaden, dat heb ik al gedaan. En dat ziet er dan zo uit. Hier is de video. En je ziet dat het mooi overlapt op de video. En het is transparant, dus het ziet er heel mooi uit. Het is mooi opgelijnd, mensen kunnen het goed lezen. En die gaan we nu afspelen. Cool, of niet? Dit is echt cool. Dus we hebben nu een hele mooie video-wrap gemaakt. Dus als je dit gaat plaatsen met de Facebook-advertentie, het valt gelijk op, mensen zien gelijk waar het over gaat. Digital marketing platform, alles in één dashboard voor maar 1 euro. Build-all logo, mannetje, achter een computer. En ja, de mensen die zullen zeker klikken op de button om te kijken waar het over gaat. Nou, we gaan nu dus de Facebook-advertentie opmaken. Dan zijn we nu ingelogd in mijn advertentieaccount. En mocht jij nog geen advertentieaccount hebben, ga dan naar de helpsectie van Facebook. Daar staat precies hoe jij een advertentieaccount moet opmaken. En ja, een account aanmaken doe je heel erg simpel via je persoonlijke profielpagina. En nou, eenmaal dat is gedaan, dan moet je betaalgegevens invoeren, creditcard of automatisch incasso. En dan kun je gaan starten. En ja, als je dan op knop maken klikt, dan kom je in dit scherm. En voor deze campagne gaan wij videoweergaven gebruiken, want we willen zoveel mogelijk videoweergaven laten tonen aan degene die hiervoor worden getarget. En voor de herkenbaarheid geef het ook een campagnenaam, zodat je het later altijd kunt terugvinden in je dashboard. En start met een budget van 5 euro, dat is heel belangrijk, want we willen eerst zien hoe jouw campagne rendeert. Als die goed loopt, schaal hem op naar 10 euro per dag. En loopt het niet goed, dan gaan we hem uitzetten en dan gaan we hem kopiëren. En waarschijnlijk is dan je doelgroep niet goed gedefinieerd, maar daar komen we later op terug. Dus zet je budget altijd op 5 euro per dag en kijk hoe die gaat lopen in het begin. En dan klik je op doorgaan. Nou, ik heb voor de makkelijkheid al heel veel dingen ingevuld, zodat deze video niet al te lang wordt. Dus alles wat je ziet is heel eenvoudig in te vullen door jezelf. Ik leg wel even uit wat bepaalde functionaliteiten zijn. Nou, naam advertentieset, geef het ook een naam voor de herkenbaarheid. Duurt even voordat de volgende pagina is geladen, dus altijd bij Facebook. En nu kun je kiezen tussen een nieuwe doelgroep aanmaken of een opgeslagen doelgroep. Nou, heb jij van tevoren alle doelgroep opgeslagen, kun je die heel gemakkelijk hier selecteren. En dan wordt er een drop-down wordt er getoond. Dus als je dan hierop klikt, dan zie je hier de opgeslagen doelgroepen van dat account. Nou, ik heb geen opgeslagen doelgroepen. Ik definieer ze altijd elke keer weer opnieuw om te checken van welke campagne en welke doelgroep werkt voor mij het beste. En ik maak ook gebruik van een speciale software, dat heet Connect.io, waarmee ik mijn doelgroep bepaal. Dus daar ga ik je nou niet mee vermoeien, maar voor degene die in het begin gaan adverteren, dit is een hele goede manier om te starten. Nou, ik ga een nieuwe doelgroep aanmaken voor deze video advertentie. Nederland, en ik selecteer ook de Vlaamse regio, dus de Belgen die Nederlands spreken, wil ik ook mee targeten. Dus dat is heel gemakkelijk om hier het land in te typen. En dan op een gegeven moment, als het land dan zichtbaar wordt, dan klik je op opslaan en dan wordt hier opgeslagen. En dan ziet hier, ik heb 2 landen getarget. Leeftijd, klik op het pijltje, kun je de leeftijd selecteren. Nou, voor mij is dat tussen de 23 en 55 jaar. Is ook geheel afhankelijk van jouw doelgroep. Jij weet het beste wie je doelgroep is. Dat geldt ook voor geslacht. Nou, ik target alle geslachten. Heb jij bijvoorbeeld een nagelstudio, dan zal het waarschijnlijk alleen maar vrouwen zijn. En voor adverteer jij bijvoorbeeld met motoronderdelen. Voor motorfietsen, dan zal het waarschijnlijk allemaal mannen zijn. Maar in mijn geval zijn dat alle geslachten. En dan kun je hier de gedetailleerde targeting. Nou, ik target social media marketing en online adverteren voor deze advertentie. Dus ik kijk van tevoren naar wie zal er nou geïnteresseerd zijn in Build-All, in dat product. Als we die video hebben bekeken, nou, zijn mensen die vooral heel veel online adverteren, want die hebben ook landingspagina's nodig, lead generation tools. Nou, die mensen die worden hiermee ook sowieso getriggerd om door te klikken. En de mensen die social media marketing doen, want met social media marketing heb jij ook tools nodig, waaronder de video wrapper. En Build-All biedt nog heel veel andere social media marketing tools die je kan gebruiken om je online zichtbaarheid te vergroten. Dus dit zijn de doelgroepen.
Wil jij meerdere doelgroepen? Klik je puur op suggesties en dan geeft hij hier nog aan, als je dan beneden scrolt, wat eventueel nog meer interessant zou zijn. Wat is gerelateerd aan deze doelgroep? Nou, kies niet al te veel doelgroepen, doe dat niet. Houd het eerst simpel, zodat je ook kan gaan, kan gaan uitzoeken welke doelgroep nou het beste rendeert bij welke advertentie. Nou, dat doe je ook vaak door de advertentie ook te gaan dupliceren. Dus je maakt een duplicaat, een kopie van je advertentie. En het enige wat je dan doet is de doelgroep veranderen. Dat ga ik nu allemaal niet doen, dat is meer een geavanceerde training. Maar je kan de advertentie dupliceren en dan kun je dus bijvoorbeeld 3 advertentiesets maken. Met 3 verschillende doelgroepen. En die laat je dan draaien, 5 euro per dag. En dan kies je na 3 dagen kies je uit welke doelgroep het beste definieert bij de advertentie. Laat je de 1 draaien, schakel je de andere 2 uit. Nou, dat doe ik meestal, maar in dit geval voor deze training niet. Dus ik heb 2 doelgroepen. Nou, ik geef gelijk rechts aan wat het potentieel bereik is. Nou, je ziet hier bij mij is 497 tot 1,400 mensen. Die ik bereik met 5 euro per dag. Het potentieel bereik is 450.000 mensen. Nou, daar zal ik heel veel budget voor moeten inzetten. Dat doe ik dus niet, want ik adverteer meestal, hè, zoals ik zei, ik start met 5 euro en ik schaal het op tot maximaal 20 euro per dag. Nou, en dat, als ik dan op een gegeven moment advertentie heb die goed rendeert, 20 euro per dag spendeer, dan ga ik 4 keer zoveel mensen ga ik targeten dan hier staan. Dus dan zal ik waarschijnlijk tussen de 1500 en 5000 mensen gaan targeten. Of 2000 en 5000 mensen. Nou, verder hebben we nog meer opties hier. En dit is ook even belangrijk. Dit is een lange video. Deze video duurt 6 minuten. En die is niet geschikt voor Instagram. Instagram kan maximaal 120 minuten video plaatsen. Dus als je hem automatisch hebt staan, dan zal je ook Instagram meenemen. Nou, dan krijg je later een foutmelding als je hier bent. Want anders geeft je aan dat Instagram, kun je deze advertentie niet gebruiken. Dan moet je weer teruggaan om handmatig uit te zetten. Nou, ik doe het nu al. Ik zet hem handmatig, zet ik Instagram en Messenger uit. Ik laat hem alleen op Facebook en Audience Network laat ik hem draaien. Dus een videoadvertentie van 6 minuten, dus lang. Als ik een videoadvertentie heb van 2 minuten, dan laat ik deze ook gewoon aangefixt staan. En dan heb ik hem gewoon op automatische plaatsing staan. Nou, dit is allemaal standaard. Dan klikken we door naar doorgaan. Dus nu kunnen we komen in de sectie dat wij dus onze content kunnen uploaden. Nou, we kunnen eerst selecteren wat is de identiteit van deze campagne. Welke pagina is dat? Nou, ik kies Builder All Nederland. Ik heb een aantal pagina's waar ik mee adverteer. En ik kies voor dit geval Builder All Nederland, want het gaat over Builder All. En dan kunnen we hier, je ziet Instagram is uitgeschakeld, kunnen we hier de video uploaden. En om de video te downloaden moet je dus naar beneden gaan, naar video toevoegen. Kies je voor uploaden, je ziet in de bibliotheek van de video's die ik al heb gebruikt, maar het is een nieuwe video, dus dan ga ik naar uploaden. En dan kies ik voor video 2 MP4. Wordt nou geüpload. En dat duurt meestal afhankelijk van de grootte van je video, meestal 1 tot 3 minuten. Maar in de tussentijd kunnen we gewoon verder gaan met het opmaken van advertentie. En dan gaan we hier naar beneden en dan kunnen we dus de tekst en de links toevoegen. Nou, hier komt zo meteen de video te staan. Nou, ik heb alvast voorwerk gedaan. De primaire tekst staat hier. Je wilt als ondernemer de online zichtbaarheid van je bedrijf vergroten en dagelijks nieuwe leads genereren. Wellicht worstel je dagelijks met je WordPress website. Ben je druk met updates van je plugins en heb je talloze abonnementen lopen voor je lead generatie tools. Dus zorg dat je een, we noemen het eigenlijk een script maakt die ook de mensen triggert. En eigenlijk gelijk aangeeft in de eerste regel waar het over gaat. En het gaat vaak over de worsteling, hè, daar eerst. Dus je wilt ondernemen onzichtbaarheid van je bedrijf vergroten en daags nieuwe leads genereren. Wellicht worstel je dagelijks met de WordPress website. Er zijn heel veel mensen die worstelen daarmee. Maar ik heb goed nieuws voor je. Dus ik ben nu eigenlijk de oplossing, de opluchting. Vanaf vandaag kun je voor 1 euro de mooiste websites, landingspagina's, bla bla bla, allemaal maken zonder technische kennis. Nou, de video wordt hier nou geüpload. En dan geef ik het voorbeeld. Bijvoorbeeld een professionele video wrapper tool die je kan gebruiken voor je social media advertenties. Deze video wrap is advertenties gemaakt met de video wrapper van Builder. Ze hebben gelijk een voorbeeld van wat ze kunnen verwachten. Nou, je ziet hier nou, de video is hier geüpload. Klik snel op de button voor meer informatie. Krijg een investering van 1 euro.
van maar 1 euro maar liefst 30 dagen toegang tot Bubble Op-platform en alle professionele digital marketing tools. Nou, je ziet, worsteling, oplossing, voorbeeld en informatie. Dat zijn de fases die ik in mijn Facebook advertentie zet. Heel belangrijk met Facebook adverteren, ga naar de guidelines en ook alles wat te maken met Facebook adverteren, wat wel en niet mag. Er zijn heel veel scripts die je niet mag plaatsen, waaronder als het over geld gaat, zoals in mijn vakgebied online geld verdienen of vacature aanbieden bijvoorbeeld. Klik nu op deze button en start met je affiliate marketing programma, dat mag ook niet. Als jij in de fitnessbranche zit, mag je niet over dik praten, afslanken en daar foto's plaatsen van voor en na. Dat is allemaal verboden, dus ga naar de Facebook guidelines en maak een mooi script wat aangeeft wat de worsteling is van jouw doelgroep, oplossing, voorbeeld, call to action zoals ik het noem. En allemaal in heldere taal. Nou, ik klik hier ook op de vinkje website URL toevoegen, want ik wil hier een knop hebben. Dan kan ik daar een kop en een beschrijving bij zetten. Nou, de kop is, start vandaag nog voor 1 euro. Nou, de mensen worden ook gelijk getriggerd als ze dit zien. 1 euro, wat is dat dan? Alle internet marketing tools die je nodig bent in één dashboard. Hier komt hieronder te staan. De URL, dat is mijn affiliate URL van BuildAll. Nou, het mooie is, ik heb mijn eigen domeinnaam aangesloten op mijn affiliate marketing funnels. Dus het ziet er niet uit als een affiliate link. Nou, affiliate links. Facebook weert affiliate links. Die willen niet dat in de advertentie jouw... dat de mensen worden doorgeleid naar een affiliate marketing pagina. En daar zit vaak een affiliate ID in. Facebook herkent dat meteen. Nou, nu dus niet. Nu is het gewoon een zuiver URL. Dus dat is mooi. We worden dus niet geboycott met deze URL. Dus als jij affiliate marketer bent in BuildAll of voor je eigen affiliate marketing producten, zorg er altijd voor dat je hier geen kant-en-klaar en duidelijke affiliate links plaatst. Want Facebook ziet dat. Nou, de zichtbare link, ja, dit is een beetje een lange link. De zichtbare link staat dan hier. Dus ik heb een korte gemaakt. En het moet wel gerelateerd zijn aan de pagina trouwens waar de mensen op landen. Dus je kan niet een andere URL hier ingeven dan de pagina waar de mensen, als hierop klikken, op landen. Want dan wordt je advertentie ook afgekeurd. Nou, ik kan dingen nog veranderen. Achtergrondkleur, dat laat ik allemaal voor stories. Dan kan ik de pixel kan ik hier aanzetten. Nou, zorg ervoor dat je pixel geïnstalleerd is in jouw website. Waarom? Omdat je dan de mensen kan retargeten. Dus Facebook houdt exact na, als je de pixel hebt geïnstalleerd, welke mensen er op jouw pagina zijn geweest. En dan kun je die later retargeten met een retargeting campagne. Wat ik nu ook niet zie, dat komt in een andere training, komt dat ook wel aan de orde. Zorg dat de pixel is geïnstalleerd, heel erg belangrijk, want dit geeft zoveel meer return of investment als je mensen retarget. Mensen zijn op je pagina geweest, hebben het niet gedaan. En nou, daarin kun je dus ook in aangeven in je return campagne, de mensen zijn niet op deze URL geland, bijvoorbeeld de bedankpagina. Dus al die mensen die daar niet zijn geland, die moeten een andere advertentie weer zien. Zo kun je dus heel eenvoudig mensen retargeten. Dan hebben we alles gedaan, maar nu zal waarschijnlijk, omdat wij een videowrap hebben gemaakt en er zit heel veel even verstoring in de video, waaronder die overlays en alles wat we gemaakt hebben daar. Zal die aangeven, je advertentie wordt mogelijk niet weergegeven. En denk je, wat gebeurt er nu? Je bereikt mogelijk met je doelgroep, niet je doelgroep, omdat de advertentieafbeelding te veel tekst bevat. Yes, dat is nou juist de bedoeling. Facebook geeft voorkeur aan advertentieafbeeldingen met weinig of geen tekst. Ja, fuck it. We hebben een oplossing voor. Je kan dan een handmatige beoordeling aanvragen. Dat doen we niet. Wat we gaan doen is een thumbnail toevoegen in het begin van een video. Dus je ziet hier heel veel tekst. Facebook zegt, dit gaan we niet laten zien. Er zit veel te veel tekst. En er is een reden voor, ik weet nog niet precies wat. En we gaan dat veranderen. En daarvoor gaan we terug naar de video. Dan gaan we naar boven scrollen. En dan klikken we op video bewerken. Oké. En dan gaan we hier naar, miniatuur. Aan de linkerkant. En dan niet automatisch, maar aangepast. En dan kunnen we dus een thumbnail downloaden van onze hard drive. Eventueel. Dus uploaden. Boom. Of vanaf de afbeeldingen die al zijn geüpload in mijn account. Nou, ik zal de afbeeldingen laten zien die zijn geüpload in mijn account. En dan even wachten tot ze geload zijn, want er zijn er aardig wat.
En het is natuurlijk heel belangrijk dat je advertentie natuurlijk wel wordt gezien. Heb je zoveel moeite gedaan om je advertentie te laten, of in ieder geval je advertentie te maken, videorapper. En nu geeft hij dus aan, we laten het niet zien, want er zit heel veel tekst in. Nou, ik kan hier kiezen uit een van deze foto's. Nou, welke zal ik hiervoor gaan plaatsen? Nou, het mooie is waarschijnlijk dat ik deze pak. Even kijken wat ik deze pak. Boom. Even wachten tot hij geladen is. Het duurt nog eventjes. Ik kan natuurlijk ook een hele mooie foto maken. Bijvoorbeeld in Canva. Dat kan natuurlijk ook een thumbnail, zoals we het noemen. En dat is helemaal op. Dat is helemaal afhankelijk van jou wat je wil. Wat heel goed werkt, zijn foto's die gewoon ook een mens aangeven. Dus niet echt een bedrijfsfoto van een bedrijfspand of iets dergelijks. Nee, een persoonlijk iemand. Dat ze kunnen zien dat er ook mensen achter zitten. Bijvoorbeeld deze doorgaan. Klik ik hierop. Dit wordt mijn thumbnail. Boom. Alright. En nu zul je dus zien, als ik naar beneden ga, dat er niks aan de hand is. Misschien wel leuk om nog te vermelden. Kijk, de thumbnail wordt gelijk hier wordt getoond. Dus dit is wat de mensen zien. Bijvoorbeeld, als de video niet automatisch wordt gestart, bijvoorbeeld in Facebook. Nou, normaal gesproken wordt een video altijd automatisch gestart in Facebook. Kan zijn, in sommige browsers dat niet gebeurt, dan zien ze deze thumbnail. Maar dan worden ze alsnog getriggerd door de tekst. Nou, je ziet hier, alles hebben we verder ingevuld. Het is een voorbeeld. En als we nu naar beneden gaan. En we gaan verder naar beneden. De pixel hebben we al geïnstalleerd. Dan zie je dus dat die melding die is weg. Dus nu kunnen we gewoon deze advertentie bevestigen. En is die gewoon goedgekeurd. Tenminste, we moeten afwachten. Er staat in review. Maar ik ga ervan uit met de tekst en de foto's die we hebben. Hij wordt nu niet geblokt omdat we hebben een nieuwe thumbnail geüpload. Dus zo kun je dat dus oplossen. En normaal gesproken even kijken of die nou ook zichtbaar is. Nou, dan heb je hier een button. Even kijken hoor. Hier. Nou, die is nu niet zichtbaar. Maar als je dan hier op klikt bijvoorbeeld. Dan kun je een voorbeeld sturen naar je mobiele telefoon. Ja, je doet het wel. Melding naar Facebook sturen. Oké, ik stuur een melding naar Facebook. Dan ga ik even naar mijn mobiele telefoon. En dan kijk ik of die is. Ja, advertentievoorbeeld beschikbaar. En zo kun je dus ook checken hoe je advertentie eruit ziet op je mobiel. Nou, je zit hier. Misschien kun je het zien. Dit is het voorbeeld wat Facebook mij gestuurd heeft. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. En ik kan zo ook wel eens checken, is de tekst goed, is de video goed, is de videorap goed. Nou, het ziet allemaal fantastisch uit. En, nou, goedgekeurd. En ik ga hem indienen bij Facebook. En dan gaan we verder naar beneden. En verder naar beneden. Boom. Klikken we op bevestigen. Oké. En nu wordt mijn video, of mijn advertentie wordt samengesteld. En dan wordt zometeen zichtbaar in mijn advertentieaccount. En daarin kan ik eventueel nog op dat moment nog dingen wijzigen. Het is nu niet definitief. Hij staat dan in preview. Of in review. Voordat jouw advertentie zichtbaar wordt, moet die goedgekeurd worden. Dat gebeurt vaak manueel. En dat kan nu ook tijdens deze coronacrisis best wel lang duren. En ik heb alles meegemaakt een dag. Maar meestal is dat binnen 2, 3 of 4 uur. En hier zie je, hij wordt samengesteld. Nou, ik heb op dit moment heb ik er 1 actief. Ik heb een advertentie lopen voor affiliate marketing. Oké. En hier zie je dat hij wordt gecontroleerd. Cool. En we kunnen eventueel nog dingen bewerken. Denken van, oh shit, ik ben iets vergeten erbij te zetten. Klik hierop. En sla hem dan weer op. En hij staat nog steeds in gecontroleerd. Dus dan zal die. Dan is eigenlijk nog niks aan de hand. Maar doe je dat nu bijvoorbeeld bij een actieve advertentie. Dan wordt die na je aanpassing weer in review gezet. En dan pas wanneer die gecontroleerd is, gaat die weer live. Oké?
Dit is een van de social media marketing tools die Bubble biedt. En zijn dashboard zijn nog veel meer. Maar de VideoWrapper is echt een van de krachtigste, maar ook een van de meest eenvoudige tools om te gebruiken voor je video marketing advertenties. Nogmaals, je kunt ze gebruiken voor Facebook, Instagram, LinkedIn en heel veel andere social media platformen. En maak gebruik van de VideoWrapper, want daarmee val je echt op met je video advertentie. Mocht jij nog geen Bubble account hebben, voor 1 euro kun jij vandaag nog starten. Krijg je toegang tot alle internet marketing tools die Bubble te bieden hebt, zodat je zelf aan de slag kunt zijn. Heel veel trainingvideo's in Bubble. Allemaal overigens wel Engelstalig, maar je kan altijd deelnemen aan de Starten met Online Ondernemen Facebookgroep. Daar worden ook Nederlandstalige trainingen gegeven en ook op Starten met Online Ondernemen e-learning platform. Dus starten met onlineondernemen.nl. Ga daarheen en daar vind je veel meer video's waarmee jij je online marketing, digital marketing en je bedrijf een flinke boost mee kunt geven. Oké, ik zie je dan. Ciao.